Ja, in Brussel moeten we digitaliseren, maar we moeten ook onze procedure vereenvoudigen. We moeten ze versnellen en coherenter maken. Maar dat betekent ook eigenlijk de-juridiseren. Het is veel te juridisch geworden en eigenlijk kan je een bouwvergunning uiteraard juridisch beoordelen, want je hebt een wet, je hebt een reglementering, maar heb je ook een stedenbouwkundige insteek nodig. En het is vanuit die optiek dat we nu bezig zijn om onze stedenbouwkundige verordening, maar hopelijk ook onze wetgeving te kunnen veranderen de komende maanden. Brussel moet een gemengde stad blijven en eigenlijk nog meer worden. Dat betekent op het vlak van wijken, die moeten gemengd zijn. Monofunctionele wijken zoals de Noordwijk of de Europese wijk zijn verleden tijd. Er moet huisvesting komen, er moet uitrusting komen, er moeten uiteraard nog altijd kantoren zijn, maar de kantoren zullen anders zijn. De kantoren zullen geen duivenkotjes meer zijn, maar de kantoren zullen ruimtes worden zoals livings, zoals mensen thuis, waar ze in goede omstandigheden kunnen werken, waardoor het enerzijds door het telewerken het verlies aan vierkante meters gecompenseerd wordt door meer vierkante meters, omdat de kwaliteit van de kantoren beter moet. Dus het gaat een gemengde stad worden, met gebouwen die gemengd zijn, die geactiveerd gaan worden op gelijkvloers, maar ook op de rooftops, waar mensen die in een gebouw wonen toegang toe moeten hebben. En als het grotere gebouwen zijn, heel de stad op moet kunnen komen.